eigenlijk mee met gekund. Minuut 0-1 voor Emmen. Doelpuntenmaker Elson Rosario Almeida. Mustafa, John Nieuwenburg, Steve Olvers, Milko Pieren.
dit is een beeld wat we al veel te vaak hebben gezien. Als je niet scoort, dan jij hebt vrij iets tegen mij gezegd, want daar hou ik aan van vast. Ik doe mijn best. Maar ik kan niet nog scoren. Word ik van. Kijk, die bal die normaal waar gaat, die gaan we nu niet. Misschien is het net mentaal te veel. En ook heel belangrijk iets. 10 keer dit seizoen, 8 stappen. Je hebt geen enkele keer gewonnen. Maar dat komt over mentaliteit. Dat is een mentaliteitskwestie. Je verliest gewoon 8 van die 10 wedstrijden. Dat is lekker. Nico, zeg maar één ding. De helft van deze selectie is gewoon mentaal. Zijn mentale wrakken. Zijn gewoon labiel. En, Balil. En, ja, labiel. Dat is een woord dat jij in deze staat helemaal niet kent. Hè? Weet je wat dat betekent? Nee, vertel. Dat je zeg maar mentaal niet. Constant bent. Opgewassen tegen de druk. Tegen tegenslagen. Dat je daarmee om kan gaan. En dat je doorzettingsvermogen en power hebt om er wat, om er wat moois van te maken. En dat zijn resultaten. Als je dan in de rust ziet wat er allemaal loopt in de rust, nou, dat kan niet tegen. Ik kan er niet bij. Maar kwaliteit hebben we wel. Ik moest een marathon gaan lopen. En dan gewoon tot gaatje gaan. Ik loop iedere weekend te zuipen, maar ik had wel een marathon. En dan is het wel. Dat bedoel ik. Er wordt een gaatje gaan, omdat je niet meer kan. Dat wil ik zien. En de helft kan het wel, en de helft niet. En dat is het hele probleem. Er zit gewoon eens een Dracula voor de groep. Met zijn verbale kwaliteit. Maar wat doen wij dan? Wat ik ook denk, jij hebt natuurlijk nu terug. Vanavond zijn we wat van Nederland. Plus, je hebt die camera's erbij. Ik denk dat ook wel meespeelt. Ja, maar Nico, het kan toch geen toeval zijn dat nu we die serie hebben, dat we nu gewoon beloond presteren. Dat is ook geen toeval, hè? Statistieken wijzen uit. Ik denk dat het mee te maken heeft. Maar het is wel een paar. Je zegt niemand bij elkaar kunt brengen die gewoon deze crisis op weet te lossen. Nee. Obama, Balkenende in zijn beste jaren. Iets dichterbij. Gebre Selassie, dat maakt allemaal niet uit. Niemand. Boutros Boutros-Ghali. Nee, maar ja, ik kan lachen. Nee, zeker niet Boutros-Ghali. Niemand kan de tij gaan keren, dat vind ik jammer. Misschien wel Piet Groeneveld. Dat zou niet. Er moet een andere trainer komen en er moet een beter spelersbeleid komen. Dat er worden 30 spelers gehaald en er zijn er maar 5 van goed. Vind je dat echt, Piet? Vonk Vloed is een goede manager, maar hij heeft te weinig verstand van goede spelers te halen. En Vonk kan er niks van. Okay. Dat is mijn analyse. Denk je dat een trainerswissel in deze situatie wat uit zou maken dan? Dat, ik weet het niet, maar dan moeten ze niet zo'n vent als Aad de Mos binnenhalen. Nee, okay. Henk ten Katen zou misschien helpen. Henk de Kater? Ja. Ja, oké, maar dat is misschien een beetje te hoog gegeven. En de statistieken? Ach, rot op. Gewoon het spel is simpel en hou het simpel. En laat ze goed effectief voetbal spelen. Oké, nou dankjewel. Oké, dankjewel. Er gaan betere tijden komen. Maar die komen niet zo makkelijk.